Hallo, welk boek uit de Nederlandse literatuur heeft een mannelijke ik-verteller als hoofdpersoon? Staat vol met seks en in het boek sterft de geliefde van de hoofdpersoon uiteindelijk heel treurig aan kanker. Misschien denk je nu aan Turks fruit van Jan Wolkers, maar het zou ook zomaar kunnen zijn dat je denkt aan die andere klassieker, Komt een vrouw bij de dokter van Kluun. Misschien is Kluun tijdens het schrijven van zijn debuut wel beïnvloed door Wolkers. Hij heeft Turks fruit in ieder geval gelezen en hij verwijst er zelfs letterlijk naar in zijn boek. Een typisch gevalletje van intertekstualiteit, een favoriet begrip uit de literatuurwetenschap. In deze video een korte inleiding. Geen tekst staat alleen, zoals geen woord alleen kan staan. Als ik tegen iemand zeg, denk aan een gereedschap, dan is de kans groot dat diegene aan een hamer denkt. Het woord hamer zit blijkbaar heel erg vastgeklonken aan het woord gereedschap. Maar het zou natuurlijk ook een schroevendraaier kunnen zijn of een waterpomptang. En bij die tang denk je misschien weer aan Willem van de Fabeltjeskrant. Daar is Willem met de waterpomptang. Dit fenomeen dat woorden een interactie aangaan, werd door de Russische filosoof Mikhail Bakhtin dialogisme genoemd. Doordat het ene woord reageert op het andere, bestaan er volgens hem lexicale netwerken van woorden die bij elkaar horen en die elkaar soms zonder enige vorm van logica kunnen oproepen. Niet heel wetenschappelijk, maar zie het even als pakketjes van woorden die in je hersenen geclusterd zijn. Daar heeft een schrijver natuurlijk mee te maken, maar ook een lezer. De woorden die je leest kunnen die pakketjes in je hoofd activeren en daardoor worden weer andere woorden opgeroepen. En op die manier worden niet alleen woorden, maar ook gelezen teksten met elkaar verbonden. Want alles wat je leest wordt op een of andere manier, mits je het natuurlijk onthoudt, gekoppeld aan één of meerdere clusters. Zo kan het zijn dat het woord grot je heel even doet denken aan de novelle De Grot van Tim Krabbé. Mikhail Bakhtin was relatief onbekend toen zijn werk in de jaren 60 van de vorige eeuw werd herontdekt door Julia Kristeva, een van oorsprong Bulgaarse literatuurwetenschapper die naam maakte in Frankrijk. In haar essay Le Mot, Le Dialogue en Le Roman introduceerde ze op basis van de theorie van Bakhtin het begrip intertekstualiteit dat belangrijk zou worden binnen de literatuurwetenschap en van invloed zou zijn op de manier hoe we naar teksten kunnen kijken. In dat essay stelt ze het volgende. Iedere tekst is geconstrueerd als een mozaïek van citaten. Iedere tekst is een opslorping en een transformatie van een andere tekst. Kristeva zegt hiermee dat iedere tekst die ooit is geschreven beïnvloed is door andere teksten. Dus geen tekst staat op zichzelf. En intertekstualiteit behelst die overlap van teksten. Kristeva gebruikt het begrip overigens in een veel omvangrijkere teksttheorie waarbij de relatie tussen teksten ook symbool staat voor de menselijke subjectiviteit. Maar ik beperk me hier even simpelweg tot de relatie die tussen teksten kan bestaan. Welke relaties dat allemaal zijn laat ik wel in een andere video zien. Ik wil me hier vooral richten op enkele voorbeelden uit het boek van Kluun. In Komt de vrouw bij de dokter introduceert de schrijver rempels, een woord dat een combinatie is van samples en writing. Zoals in de hiphop muziek samples worden gebruikt, dus stukjes uit oude nummers, zo gebruikt Kluun stukjes tekst uit liedjes, boeken of tv-programma's om zijn verhaal vorm te geven. Deze rempels bestaan vooral uit letterlijke citaten met bronvermelding erbij. Je zou kunnen stellen dat dit de meest basale vorm van intertekstualiteit is, het citeren en indien het zonder bron zou zijn, plagiëren. Het gaat hier om een kopie. Soms gaat de auteur een stapje verder. Zo is de frase liefde in tijden van kanker een verwijzing naar liefde in tijden van cholera van schrijver Gabriel Garcia Marquez. Hier is geen sprake meer van een kopie, maar van een speelse aanpassing. Een nog minder expliciete vorm komt langs in het fragment waarin de hoofdpersoon Stijn het heeft over verraad. Sowieso een belangrijk motief in dit boek. In dit fragment verwijst Kluun naar een van de oerverhalen over verraad. Mag je zelf eerst bedenken welke. Ramon verraadt zijn vrienden door zich een half weekend niet te laten zien, omdat hij liever ligt te naaien met een of andere snol. Ik verraad Carmen door mijn trouwring af te doen uit angst een potje neuken met een andere snol mis te lopen. Kukeleku 3 keer. Het gaat natuurlijk om dat laatste, om het gekraai van de haan. Het is een verwijzing naar de Bijbel, naar het Nieuwe Testament, naar het moment dat apostel Petrus Jezus 3 maal verloochent, waarna er een haan kraait, zoals Jezus dat ook al had voorspeld. Op een of andere manier is in ons culturele bewustzijn, althans in ieder geval in dat van Kluun, opgeslagen dat de haan 3 keer kraait. Maar als je in het originele verhaal in de Bijbel kijkt, kraait de haan maar 1 keer en gaat het om het 3-voudige verraad. Het bewijst dat intertekstualiteit ook misvormde gedaantes kan aannemen. Dit voorbeeld roept bij mij wel de vraag op waarom Kluun dit geen rempel noemt. Is dat omdat het geen citaat is, of omdat hij het vergeten is, of omdat de Bijbel gewoon niet zo hip is als Radiohead of Bruce Springsteen? Aan het begin van deze video liet ik al zien dat er overeenkomsten bestaan tussen de boeken Turks fruit en Komt een vrouw bij de dokter. Je zou kunnen beweren dat dit gewoon toeval is. Toch bestaan er vast meer verhalen in talen die ik niet kan lezen die dezelfde verhaalelementen bevatten. En er zullen vast ook nog wel meer verhalen geschreven gaan worden die hierop lijken. Dus blijkbaar Blijkbaar zit er iets in deze verhalen wat verteld moet worden en wat mensen graag willen lezen. En dat doet me een beetje denken aan een ander fenomeen. Op het internet bestaan er memes, een gehyped cultureel dingetje dat dan snel wordt verspreid. De meest bekende vorm is denk ik de foto waarbij mensen telkens andere teksten bedenken. De grap is dan telkens anders, maar de afbeelding niet. Op soortgelijke wijze kun je denk ik kijken naar verhaalelementen die vaak in boeken terugkomen. Het verhaal is anders, maar de elementen zijn hetzelfde. De term meme werd oorspronkelijk door evolutiebioloog Richard Dawkins gebruikt om een stukje cultuur te definiëren dat kan worden doorgegeven. Hij vergeleek het met de biologische variant, een gen. Ook die kan worden doorgegeven, kan muteren en kan uitsterven. En dat vind ik een interessante vergelijking, want als een meme als een gen werkt, dan kunnen we intertekstualiteit in de vorm van terugkerende verhaalelementen als de genen van de literatuur zien die nieuwe literatuur voortbrengt. Dat zou kunnen verklaren waarom veel verhalen op elkaar lijken en waarom bepaalde verhaalelementen steeds maar weer terugkomen. Dat is het DNA van onze literatuur en misschien wel cultuur. Het terugkerende karakter van verhaalelementen was een reden voor de Franse teksttheoreticus Roland Barthes om daar verzamelingen van aan te leggen. In Fragment du discours amoureux zocht hij bijvoorbeeld in literatuur naar voorbeelden van de taal van de verliefde en die ordende die dan onder kopjes als afwezigheid, spijt of magie. Het volgende citaat werd door Kluun gerampeld en had zo in het boek van Roland Barthes terecht gekund onder het kopje begrijpen. Liefde. Wat is dan liefde? En wie de auteur is? Niemand minder dan André Hazes.